Bij ons Guido Boucher van het Warmtemanifest en Menno Swaak van de Wijverklaring, een spiksplinternieuw initiatief. En mijn thema is vooral burgerinitiatieven. Guido, ja, jij bent van het Warmtemanifest. Leg nog even uit voor wie het niet kent. Wat is dat nou precies? Met het Warmtemanifest hebben we, wanneer is het geweest? November, hebben we zeg maar, de bestaande bewonersinitiatieven op duurzaamheidsgebied in de stad eigenlijk samengebracht. Dat heeft Duurzaam Den Haag gedaan, dat is een werkgroep. En we hebben daar eigenlijk in proberen vast te leggen, wat zijn nou onze gezamenlijke wensen als bewonersverenigingen richting die enorme warmtetransitie, energietransitie de komende jaren. Maar en op basis daarvan hebben we een stuk geschreven, een manifest. Laten we naar jullie vragen voor de politiek gaan. Daarvoor nodigen we uit Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, tevens duurzaamheidswethouder. En Rachid Gernoui van Groep de Mos. De nummer twee, de nummer twee. Lijst. Ja. Dus jouw vraag is? Vindt u, wethouder en raadslid. Ja. Andere raadslid. Vindt u dat Den Haag ernaar moet streven in 2030 klimaatneutraal te zijn? Zoals ook bijvoorbeeld de partijen binnen het klimaatpact zeggen. En dat dus ook alle marktpartijen zich daarop gaan vastleggen. En dat bedoel ik ook inclusief de woningcorporaties die nu nog voor 2050 ja. gaan. Waar beginnen we? Kijk, wat Groep de Mos betreft is het eigenlijk redelijk simpel. We moeten gewoon goede ideeën die werken met een duidelijke business case, die steunen wij. Dus we hebben niet de ambitie 2030, 2040 of 2050. Maar laten we gewoon kijken wat goed is, wat kan. En wat ook door het Rijk betaald wordt. We schijnen nu het duurzaamste kabinet alle tijden te hebben. Ik verwacht van dat kabinet heel veel. Ja, en die zal ook het meeste moeten bijdragen. Wat Groep de Mos betreft gaan we vooral investeren in het openbaar vervoer. Zodat we dat heel duurzaam krijgen. En op die manier zoveel mogelijk mensen uit de auto. En op die manier leveren wij onze duurzame bijdrage. Dus de Haagse Stadspartij wil ja, de gemeentelijke ambitie naar klimaatneutraal worden terugbrengen naar 2030. En het is inderdaad bewezen dat het helpt als je de ambities hoger stelt. En ik vind het een beetje vreemd dat Groep de Mos ambities heeft op het gebied van autobereikbaarheid. En daar wel allerlei dingen over ja. roept. Maar geen ambities heeft over hoe wij om te gaan met onze wereld en onze stad en de generaties na ons, wat wij achterlaten. Dus als je zo'n ambitie formuleert, moet je dat ook concreet maken. En dat lukt die partijen niet. Want het is allemaal heel veel wensdenken. Ja, en wensdenken, daar zijn we niet van. We kunnen het best, maar we moeten die ambitie stellen. En dan kun je mensen gaan organiseren en dan kun je die versnelling bereiken. We gaan naar de volgende vraag. Onze situatie is niet zo dat we alleen duurzaamheid kunnen aanpakken, het klimaat kunnen aanpakken. Als we niet problemen en tegelijk integraal aanpakken, dan gaan we op een ander terrein uit. En dan heb ik het over niet alleen klimaat, maar onze sociale samenhang in de wereld, de economie, politieke onrust en dergelijke. Ik heb het over het voedselprobleem, ik heb het over vluchtelingenprobleem. Dat moet je integraal en samen aanpakken. En ik zie niet hoe overheden dit, en dan heb ik het over de landelijke, de provinciale en stedelijke overheden, dat kunnen. Ik zie daar veel meer kracht, potentieel en dergelijke bij burgerinitiatieven. Ja, jouw vraag is aan? Van hoe kun je in het toekomstige raad ruimte in voor jezelf om te achterhalen wat speelt er nou bij de burger, wat voor potentieel heb je daar. Hoe kun je die processen faciliteren, ondersteunen, ruimte voor maken, ook financieel en heel veel kennis en dergelijke. En hoe ga je je hele apparaat zodanig herorganiseren dat je die geweldige kracht waar je niet zonder kunt, Nee, kijk, als het gaat over dingen waar de gemeente echt over gaat, moet dat allemaal veel beter en kan dat ook veel beter. En doen we dat als Groep de Mos ook, die kleine dingen. Maar als het gaat over die grote dingen, vluchtelingenstromen, duurzaamheid, economie. Ja, dan vind ik toch echt dat een taak primair ligt bij de landelijke overheid, bij de regering. En die moet dat vooral gewoon doen samen met de gemeentes en alle regio's. En wij als gemeente. De vraag is of de gemeente daar iets aan kan doen. Nou, ik vind de grote dingen die echt wereldwijd impact heeft, ja, daar heb je gewoon een Rijksoverheid voor. Joris, even jouw reactie. Nee, de grote dingen betekent dat we naast een coalitieakkoord ook een akkoord met de stad moeten sluiten. En de bewoners hebben daar allerlei ideeën bij, dus daar moet je bewoners ook een veel belangrijke plek in geven. Ik vind het heel hoopgevend dat we een warmtemanifest hebben. Ik hoor iets van een wijakkoord, ik weet nog helemaal niet wat het is. Maar daar liggen kansen om inderdaad zijn meer mensen die, het niet die weten, integrale vraagstuk van duurzaamheid is meer dan energie. Wij moeten dat in de gemeente moeten we dat natuurlijk wel organiseren. Dus zorgen dat we een wethouder duurzaamheid en transitie ook integraal kunnen laten aansturen. Dus dat moeten wij in
in het stadhuis doen. Maar we moeten juist die kracht van die burger gebruiken om daar gewoon een groot akkoord. En dan kun je wel die grote onderwerpen aanpakken, want die burgers die willen dat. Daar moeten ze ook een stuk verantwoordelijheid in geven. En daarom moeten we daar nu extra stappen in gaan zetten. Ik wil heel even ter afronding. Stel dat Groep de Mos in het bestuur komt. Komt er dan een wethouder duurzaamheidszaken of niet? Ik denk dat het heel belangrijk is om wethouder duurzaamheid te hebben. Want die kan er dan mee aan de slag. En transitie? En transitie lijkt me een onderdeel van hem. En die moet dan met goede ideeën komen die ook uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Goed, dank jullie wel.